The Zone. Met een aantal invaller. Die moeten nog allemaal zich laten zien. Waarschijnlijk de komende weken krijgen ze wel meer kansen. Bij Standaard staat het allemaal al een stuk. Hij wacht in principe daar centraal achteraan, maar geflankeerd deze keer door Houtekiet en Nubi. Voor de rest op het middenveld dat we kennen, de flanken. Daar is ook één wissel met Fossi die terug in de ploeg komt ten nadele van Lawrence. Van 20 Franjo Ivanovic. Die vorige week mocht starten, eerste basisplaats. Vandaag de tweede. Ik vond dat hij het redelijk goed heeft gedaan. Weggedraagd is te zeggen. Hij kwam in contact met een spits van Beerschot in die thuiswedstrijd. En probeerde het nog wel, maar moest dan toch de strijd staken. Zware hoofd. Zat de vrije trap voor Standaard. Richting penaltypunt. Weggehaald door Burgess. Fousseini kan Standaard uitbreken. Sadiki is mee. Oh, slechte controle, Fousseini. Hij zat echt meer in. Boulat die terug paast op Epolo. Nubi dan. Wat ongelukkig de tussenkomst van de verdediger. Luka Nubi, een deel van de verklaring waarom hij niet meer speelt. Heeft ook te maken met zijn contractsituatie. Want het is einde contract in 2025 en wil niet bijtekenen. Dus Ivanovic, bal voor doelgebracht. En de kopbal van Fousseini. Het is toch Union. Zegt het vooral aan Castromontes dat hij wat verder op die flank mag gaan staan. Sadiki. Afgeweerde bal via Nubi Castromontes, die hem meteen weer gooit richting tweede paal. De kopbal is goed. En de kopbal Houtekiet. Opletten, Schoutalo. Dat is maar net op tijd dat hij voorbij Ivanovic gaat. Maar op die manier wel een mannetje uitgespeeld. En zo kan Standaard een keer in blok opschuiven met Camara. Sekiri, dat is geen makkelijke bal, maar krijgt hem wel terug. Sekiri glijdt dan weg, maar dan toch nog het schot van Leandre Kouavita. En dat is de eerste poging van de Roesjes in de wedstrijd. En inderdaad, vroeg in de wedstrijd op bezoek bij Dender toen hij tegen Verrips aanknalde. Verrips die zich niet meer tijdig kon wegtrekken en zo de penalty die omgezet werd door Benjdida. Het zou kunnen dat het weer van een spelervatting moet komen voor Standaard. Want het was toch eerder de uitzondering, die mogelijkheid van daarnet. Dit is een goede bal. Fousseini, time verkeerd. En dan Ivanovic, nee. Want dit is gewoon een 100% mogelijkheid. En ook Ivanovic had wel beter kunnen doen wellicht. Ja, maar die bal stuit en dan kan je daar nog moeilijk kracht op zetten. Ze hebben toch al momenten gehad, Union, om een doelpunt te maken. Dit is goed van Ivanovic. Kan meegeven met Fousseini, doet dat niet. Zoekt zelf naar, ja, naar wat? Naar een schot met links. Ja, uiteindelijk toch de poging van de Kroatische spits. Brengt hem ook nog voor doel. Maar het is echt wel Union dat het gevaarlijkste is. Nu de redding van Epolo. Bal voor doel gegooid door Van Houten. Tweede paal. En geen hoekschop. Een doeltrap. Ondanks de 1,85 meter, die duels tegen Machida of tegen Burgess of tegen Leijzen toch wel iedere keer durven uitkomen en die ballen wegslaan. Ja, Burgess 1,96, dus dat verschil is er zeker. Daar kan Standaard een keer tegenpikken en ze zijn met vier. Ze zijn met vier. Camara, waar kan hij naartoe passen? Nu naar Sekiri tikken en dat doet hij goed. Sekiri kan trappen en schiet hem op Morris. Goeie omschakeling van Standaard. Eerste keer echt. Eigenlijk is het niet abnormaal. Ik was je Puertas laat gaan en Nielsen en Amoura. Nou ja. Ja, het is straf wat er al allemaal gepasseerd is. Laat ons daar vooral tevreden mee zijn. Dat Union die al allemaal heeft kunnen halen. Rasmussen, nog pasen, Fousseini, nee. Oh, Epolo, ja, daar hebben we het weer. Gebrek aan efficiëntie, een enorme kans. En Rasmussen zelf had misschien ook al voor Union. Stel je voor dat hij dan binnen gaat. Als er weinig aan de hand was. Een stuk of vier jongens van Standaard in de muur. Daar is Ivanovic, trapt hem recht in die muur. Krijgt wel nog de herkansing, maar loopt zich dan te pletter. Toch nog Union met Van Houten. Castromontes, slotseconde eerste helft. Tweede paal zoeken met Verdelijzen. En dan staan ze een beetje te slapen. Houtekiet laat Ivanovic te makkelijk voor zich komen. Ook geen aanvaller natuurlijk, maar hij had wel een uitstekende linker. Het zou hem wel zijn gelukt van zo. Ja, beter aan het spelen. In die zin, er is wat momentum nu. En de thuisaanhang gelooft er ook meer en meer in. Na dat moment met Burgess van zo net. Hier is nu wel Ivanovic met even wat vrijheid. Ivanovic, korte hoek. Ja, nu twijfelde hij niet lang om te trappen, de Kroaat. Korte hoek, hard geschoten. Maar Epolo op de goede plek.
Bulat opnieuw. Teruggelegd. Kamara, dat is een betere bal. Ayensa, stel je voor. Geen communicatie tussen Leijzen en Burgess. Burgess die zich boos maakt op Leijzen. En daardoor wel de kans geboden aan Ayensa om te kunnen koppen richting doel. Gelukkig voor Union te centraal. Vrij makkelijk nog geplukt door Maurice. Ja, goede bal wel voor doel gebracht. Maar het is maar wel Bulat van nu, ja. Staat die muur niet redelijk dicht? Ja, ik vind het eigenlijk ook. Maar daar komt Bulat met de vrije trap. Een goeie hoor, ja toch wel. En hij dwingt Maurice tot een redding. Dat hebben ze wel, die mannen, die traptechniek. Kroatië, heel vaak technisch. Goed geschoolde voetballers. Zekiri. Fossi. Afleggen. O'Neill nog een keer trappen. En opnieuw ergens onderweg. Afkoppen, wegkoppen van Tergo. En het is afgelopen. Eens te meer een 0-0. We vreesden er al een beetje voor. Voor de wedstrijd, voor Standaard, derde 0-0 gelijkspel van dit seizoen. En voor Union